Mijn naam is Charlotte Jonkheer, ik ben een ontwerper uit Antwerpen en ik heb voor DNM een collectie winnenpotten voor planten en bloemen ontworpen. De Taktcollectie vertelt een verhaal van oud en nieuw, door eigenlijk voornamelijk geïnspireerd te zijn door het materiaal zelf, door het gerecycleerd keramiek. Dat bestaat uit 70% gerecycleerd materiaal en 30% nieuwe klei. Ze hebben ook een vrij robuuste uitstraling en dat is eigenlijk een link naar ons beeld van primitieve potten, die ja, door de tijd eigenlijk gevormd worden en waarbij afgestompte vormen samenkomen met sporen van eigenlijk het origineel ontwerp. Ik heb ook echt gezocht om beweging in het ontwerp te brengen en dit door een asymmetrische vorm toe te passen. Dus eigenlijk naar gelang waar ze in de ruimte gaan staan, krijg je een schaduwspel over het oppervlakte, waarbij dat je ook ja, verschillende nuances in kleur krijgt. En dit wordt ook extra benadrukt door die coating toe te passen, zodat je nog meer gaat letten op de kleine kleurdetails eigenlijk in het materiaal zelf.